Dag Jan, dag Tris. Zijn jullie klaar voor de show? Volledig? Nog niet volledig eigenlijk. Nee. We hebben nog 2,5 uur. Je moet ze wat doseren. Het is gelijk wielrennen, hè. Voor je concert. Ja. Moet je dat doseren tot aan de finish. En de finish is bij ons de start van het optreden. Ah, okay. En daar is het eigenlijk een voetbalmatch. En is het kei gaan, hè. En hoe gaan jullie die 2,5 uur dan nog opbouwen? Wel, onze doping hebben we al gehad. We gaan een goede spaghetti eten. Ons laten masseren. Masturberen, dat ook. Dat ook soms. Soms ook. Voilà, dat is het zo. The usual. Ja. Nog een beetje stoom aflaten om dan helemaal er tegenaan te gaan tijdens het concert. Voilà. Het is niet jullie eerste keer op Kramrock. Jullie hebben hier nog wel gestaan. Maar het is wel even geleden ondertussen. Was Ozark Henry hier en zijn gitaar was gepikt toen op het podium. Ah, is dat zo? Ja. Dat was dan ineens. Oh, waar is die gitaar? Waar is die gitaar? Ze vroegen dan ook aan ons of dat wij die hadden. Maar... Niet gestolen. Blijkbaar waren de gasten die gewoon op podium gekropen, die gitaar gepakt en zo naar buiten gegaan. Ze hebben hem gevonden wel. Hij had die per ongeluk meegenomen. En die gast heeft dan laten weten: ik wil hem terugbrengen als je het anoniem houdt. Dan heeft hij dat anoniem komen terugbrengen en niemand daar iets van gezegd, zoiets. Alright. Toch zijn ja, ja, ja. Wat is jullie favoriete festival eten? Eten? Ja. Mag ik dat gewoon zeggen? Of ja, eigenlijk wel, hè, ja. Mayonaise friet. Mayonaise friet. Mijn stoofvleesje bij. Mijn stoofvleesje. Ja, stoofvlees, voilà. Oh, Jan is een hele tekening aan het maken. Jan, verklaar uw kunst. De Thaise lumpia. Perfect. Met te weinig saus. Met te weinig, een fan favorite. De lumpia met te weinig saus. Ja. Amerika of België? Ja, maar jullie hebben lang in Amerika gezeten. België. België. Ja, ja, ja. Amerika is ook wel neig, maar je wilt daar niet wonen. Rock of rap? Hé, hey, maar ik vind tegenwoordig heel veel dat ik naar hip-hop luister wel. Maar... Wie is dan uw favoriete nieuwe hip-hop artiest? Gewoon nieuwe, ja. Of oude? Of oude. Maar ik heb niet zo één favoriet. Maar... Oké, het is nu dan wel zo mega mainstream, maar die laatste van Kanye West vind ik wel echt goed gedaan. Daarvoor was ik niet fan van hem en nu wel, dus daarmee is dat, ja. Doe mij maar rock. Rock, ja. Niet dat ik hip-hop slecht vind, hè. Niet, daar niet van, hè. En wat is uw nieuwe favoriet van rock? Nirvana. Zeer nieuw.